VVD-avond voor de verkiezingen. Hoe is het gegaan? Nou ja, het is vanavond eigenlijk voor mij terug van weg geweest. Hè. Ik heb mij vrij koest gehouden de laatste tijd vanwege de problemen in Heemskerk. Waar ik nog steeds kwaad om ben. Maar ja goed, het is nu maart 2015 en we gaan er nu over praten. En ik ben toen is er gevraagd van wil jij is er een politiek café, wil jij dat doen? Ik zag hier vanavond heel veel enthousiaste mensen. Dus ik denk dat dat weer goed gaat komen. Ja, we zijn er weer als VVD. We hebben alleen nog geen bestuur. Nou begon de avond met de opmerking van meneer Meidam dat de Heemskerkse afdeling uit haar as is herrezen. Maar daar merken wij nog niet zoveel van. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, dit was een avond met, ik denk, 40 mensen. Toch vrij veel voor een politieke vee. Dus volgens mij was dit een volle bak en ik heb geen as gezien. Hoe is het met de VVD? Ja, we moeten het eigenlijk helemaal opnieuw opstarten. Nou, hoe lastig is dat? Want er is nog steeds niks duidelijk, hè, uiteindelijk. We hebben gezegd, joh, je kan wel achteruit blijven kijken, maar op een gegeven moment moet je een streep onder zetten. Hoe lastig is dat? Want u bent toch naar een andere partij overgestapt? Niet meer. Ik ben weer terug. Weer terug? Ja, ik was even een uitstapje, maar... Er zijn doodsbedreigingen geweest en niemand weet wie het gedaan heeft. Kun je dan met elkaar werken? Jawel. Maar er zijn niet iedereen blijven. Het wordt wat meer duidelijkheid natuurlijk in Heemskerk. Dat is bij de VVD altijd. Als je in Heemskerk woont, dan ben je ook lid van de Heemskerkse lokale partij. VVD, dus lokaal VVD. En als je niet in Heemskerk woont, dan ben je lid van de VVD in die gemeente. Nou, dat wordt nu strenger gehandhaafd. Dus. Ja, dan hoop ik natuurlijk wel dat de VVD in Heemskerk weer gewoon meedoet aan de verkiezingen. Er wordt al gewerkt, ja. Er wordt allemaal getrokken. Van, doe je het nog of doe je het niet? Maar ja, het thuisfront is een beetje tegen. Maar ja, bloed kruipt wat niet gaan kan. En zo kon je even lief aankijken.